Een ontzettend goede morgen iedereen. Welkom bij de slotconferentie Burgerschapsonderwijs. Het is natuurlijk jammer, ik weet het, dat we elkaar niet live gaan zien hier in het Spoorwegmuseum. We hadden een prachtig programma. Naast inhoud hadden we ook dansers en massagestoelen en dat soort dingen. Maar we hebben eventjes het feestelijke eraf gehaald. We zijn nog steeds trouwens in het Spoorwegmuseum. We zitten hier in een prachtige wachtkamer en we gaan puur voor de inhoud. Want we willen jullie natuurlijk ontzettend inspireren. Super fijn dat u ook massaal is blijven aanhaken. En we hebben nog nooit zoveel inschrijving gehad voor een slotconferentie van een burgerschaponderwijs ooit. Trouwens, even misschien voor de duidelijkheid, we gaan dus tot 14:45. Dus voor de mensen die zoiets hebben, ja maar wanneer lunch ik dan? Er zijn twee korte pauzes waar u kleine beetjes kunt eten en daarna kunt u helemaal losgaan. Ja, dus voor de mensen die van structuur houden, weet dat, we gaan tot 14:45 door. Nu, het goede is, dit is interactief. Als u vragen heeft, kunt u dat gewoon doen in de chat. U ziet een chatfunctie, daar doet u al uw vragen in. Die komen dan bij mij op de iPad. Ik heb er twee op de iPads toe. En dan geef ik u gehoor. Dus ten alle tijde, stel uw vragen. Ja? Heel fijn dat u er bent. We gaan gelijk goed beginnen met een filmpje van minister Slob. Eventjes voor de duidelijkheid, er zit een klein beetje humor in, want minister Slob spreekt over een studiedag, terwijl het eigenlijk een conferentie is, maar dat is om te zorgen dat we allemaal scherp blijven. Hier is het filmpje. We hebben er hard voor gewerkt, maar 1 augustus is de wet burgerschapsvorming in werking getreden. En dat betekent dat voor alle scholen er nu een algehele opdracht ligt om jongeren ook verder voor te bereiden op de samenleving en ook alle waarden die daarbij horen. En dat is een hele mooie, maar ook best wel een ingewikkelde opdracht soms. En daarom is het zo ontzettend goed dat er studiedagen als deze zijn die de scholen en de docenten ook helpen om dat ook op een goede manier te gaan doen. Er wordt al heel veel werk op de scholen verricht, maar ik hoop dat deze studiedag daar ook weer verder een bijdrage aan kan leveren, dat dat ook op een goede manier gaat gebeuren. Ja, helaas, vanwege de corona kan het nu niet fysiek plaatsvinden. Maar goed, ieder nadeel heeft ook zijn voordeel, zei Johan Cruijff al, want nu kunnen mogelijk nog veel meer mensen ook deelnemen aan deze studiedag. Ik wens jullie een hele goede, inspirerende dag toe. Hartelijke groet, Arie Slob. Kijk, hartelijke groet, Arie Slob. Hartelijke groet terug trouwens, beste Arie, dankjewel. Ik heb hier bij mij aan tafel, kijk, heerlijk hè, twee verschillende locaties. We hebben geen geld gespaard om dit zo interactief, dynamisch mogelijk te houden. Ik zit nu aan een tafel met niemand minder dan Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-raad. En Amina Saidali, bestuurder directeur van Stichting School en Veiligheid. Welkom, welkom, dank. Allebei. Dankjewel. Deze dag gaat over burgerschap. Jullie zijn met de PO-raad al 2 jaar, de VO-raad al 3 jaar bezig om burgerschapsonderwijs eigenlijk weer nog meer op de kaart te zetten dan ooit. De wet is er nu ook, maar eigenlijk zijn jullie al veel langer bezig. Waarom is burgerschapsonderwijs zo belangrijk? Ja, kijk, dat die wet er is, dat zij zo, dat vind ik nog niet eens zo belangrijk. Ik vind het veel belangrijker dat wat er in het onderwijs gebeurt. Het is cruciaal voor kinderen, voor kansen van kinderen, om kennis te maken met alle vaardigheden die erbij horen. Dus het gaat hier om sociale, maatschappelijke vaardigheden, om te kunnen functioneren in de samenleving van nu en daarna. We hebben het vaak over het onderwijs, dat je voorbereidt op de toekomst die gaat komen. Maar het gaat ook om de kinderen nu, wat ze nu meemaken. Dat wil je bijbrengen. Het gaat niet alleen om rekenen, het gaat niet alleen om taal, hoe belangrijk dan ook. Dit hoort gewoon in de basis voor kinderen. Ik ga eventjes misschien advocaat van de duivel, hoor, maar waarom is het nu pas de laatste jaren zo'n belangrijk woord geworden? Burgerschaponderwijs, het lijkt mij dat het al altijd zou moeten zijn, toch? Dat is het ook altijd al. Ik heb zelf de PABO gedaan, ik heb zelf in de klas gestaan. Je bent er altijd mee bezig. Maar door allerlei spanningen in de samenleving komt het ook veel meer ook niet in de politieke kant. Maar het is er altijd geweest. Waar ik zo blij om ben, is dat men nu de extra aandacht ervoor heeft en ook een hele goede plek gaat krijgen, ook in het curriculum van de scholen. Dus het is cruciaal dat scholen daarmee aan de gang zijn en ze doen dat al. Maar het is een hele moeilijk gesprek wat je hierover doet. Het is makkelijker om rekenonderwijs te geven dan hiermee aan de slag te gaan. Dit komt zo dichtbij. En daarom is het fantastisch dat er ook zoveel leraren nu ingelogd zijn om over dit belangrijke thema te leren en te praten. Niet op een studiedag, maar op een conferentie. Op een conferentie. Maar op een conferentie. Maak jij het humor. Ja. Humor. Zeker, humor. Heel fijn. Amina, als Stichting School en Veiligheid, jullie hebben zich enorm ingespannen om dan die leerkrachten, bestuurders te helpen met burgerschapsonderwijs. Wat kan dat zijn? Handvatten eigenlijk ook te geven. Er zijn borrels georganiseerd, er zijn cursussen, noem maar op. Wat was voor jou een paar van de hoogtepunten van de laatste afgelopen 2 jaar, 3 jaar?
Nou, dat waren er best een aantal. Dus wat ik heel erg mooi vind, dat zegt Anke ook, het is echt een kans om burgerschapsonderwijs echt nog wat meer in de spotlight te zetten. En dat betekent ook dat we scholen daar ook handvatten voor moeten bieden. Nou, daar hebben we goed in samengewerkt, ook met de sectorraden. Ja, en je vraagt mij ook inderdaad, wat zijn de highlights? Ja, ik ben wel trots op de verschillende instrumenten die we met elkaar hebben ontwikkeld. Zowel heel praktisch voor scholen, om echt aan de slag te gaan, bijvoorbeeld met een quickscan, zodat je ook echt binnen jouw school de thermometer erin kan stoppen om te kijken van, hoe sta ik er nou eigenlijk voor, wat heb ik nog te doen? Quickscan. Wat scan je dan quick? Dan scan je, dan heb je dus een vragenlijst waarin je met elkaar nagaat van hoe kijken we tegen burgerschapsonderwijs aan? Waar zit het binnen onze school? Wat doen we eigenlijk al wel? En wat zouden we eigenlijk nog meer willen doen? En dat kan een startmoment zijn om verder invulling te geven aan je burgerschapsonderwijs. Wat we ook gedaan hebben is op het moment dat je daar met je bestuur of met je school over aan het nadenken bent, om daar ook echt concreet in te ondersteunen. Ze hebben ook met een aantal schoolbesturen een aantal trajecten doorlopen, waarbij we ook in de school samen hebben gebouwd aan burgerschapsonderwijs. Dus dat zijn hele concrete dingen. Maar wat ik ook erg mooi vind in de samenwerking met de sectorraden is dat we ook vanuit kennis en agendering heel veel hebben gedaan. Dat doen we ook samen met de VO-raad. Dat is ook de partner ook voor het congres vandaag. Niet de studiedag, het congres. Zeker. Zo is het. Dus dit zijn ook voorbeelden van hoe je informatie ontsluit, inspiratie aanbiedt om concreet aan de slag te gaan met burgerschapsonderwijs. Ja, en om nog een volgende stap te zetten, en dat heb ik net echt vers van de pers aangereikt gekregen. Dus ik heb het hier ook. Dat heb je veel papier bij. Het zijn niet mijn notes, maar ik lees het ook echt voor. Mag ik even voor de camera houden? Ik ben er ook echt trots op. Kijk, dit is waar Amina nu trots op is. Eikpunten voor goed burgerschapsonderwijs. Ja, wat is het? Nou, dat ga ik je inderdaad vertellen. Wat we gedaan hebben is ook de ervaringen en de samenwerking die we de afgelopen jaren met elkaar hebben opgebouwd, om die nog meer samen te vatten in een handreiking, in een aantal eikpunten. Het zijn er 9. We hebben dat mooi gevat in een schema wat scholen echt gewoon kunnen gebruiken om op die manier heel consensueus na te gaan van wat moet ik doen om goed burgerschapsonderwijs in te richten. Een soort stappenplan. Het is een stappenplan. Je kunt het inderdaad stap voor stap doorlopen. En het mooie is, dat heb ik net ook pas gezien, is dat het ook allemaal losse onderdelen zijn. Want elke school doet al iets aan burgerschapsonderwijs. Dus je kiest ook echt precies de onderdelen. Dat doe je dat mooi. Het is ook niet te veel. Dat vind ik ook goed. We zijn echt van kort, duidelijk, straightforward, mooi vormgegeven. En ook kiezen waar je als school nog iets te doen hebt. Want er gebeurt een hoop. Met deze eikpunten geven we daar nog een extra handvat in. Om dat nog en mag je dan als school, want kijk, ik heb veel van de burgerschapsborrels ook gehost. En ik heb zelf ook mogen spreken op jullie congres vorig jaar, een studiedag. En wat mij daar opviel, is dat er eigenlijk geen één duidelijke definitie is van burgerschapsonderwijs. Behalve dat het heel belangrijk is dat het er komt. Dat er eigenlijk veel lagen zijn in dat woord. Is dat ook voor jullie belangrijk? Dat het van alles kan betekenen, maar dat er uiteindelijk vooral aan gedaan wordt? Ik wil nog iets wel erbij zeggen. Het gevaar waar we het nu over hebben, is dat we het steeds over onderwijs hebben. Ja. En het gaat eigenlijk veel verder dan dat. Het gaat wat mij betreft ook om de ontwikkeling van kinderen. Dus niet leerlingen, maar kinderen van 0 tot 18. Dus we hebben het hier ook over jongere kinderen. Het is niet alleen maar voorbehouden aan wat er op school gebeurt. Maar het gaat over die hele dag. Dus het gaat om 0 tot 18. Dus in die zin mag het voor mij nog wel een stapje verder. Dus het is niet voldoende om het alleen maar het begrip burgerschap onderwijs te laden. Maar het moet breder gaan dan dat. Deze opdracht doe je met heel veel andere partners. Bijvoorbeeld in de wijk, een school staat daar. En doet dat met zoveel partners samen. Dus daar gaat ook die vraag over op school. Hoe doen we het? Ik denk dat dat misschien heel belangrijk is. Hè? Het is niet alleen een soort van, als je dit en dit zegt tegen een kind, dan is het klaar. Maar dat je eigenlijk voortdurend beseft dat het een deel opvoeding is, een deel inzicht is, een deel zoeken is waarschijnlijk, toch? Je weet het niet. Als leerkracht ben je ook niet, weet je ook niet alles? Nou, dat vind ik inderdaad ook wel een mooie. Het gaat natuurlijk ook over je schoolteam. Hè? Dus ook als schoolteam draag je met elkaar het burgerschapsonderwijs. En dat is niet een curriculum. Dat is echt iets wat je ook met elkaar doorleeft. En met elkaar het goede gesprek hebt over. Wat vinden wij belangrijk? Wat willen wij onze leerlingen, onze kinderen meegeven? Dus dat gaat inderdaad heel diep. Zo'n eikpunt is natuurlijk fantastisch. Want dan heb je gewoon een houvast als leerkracht of bestuurder. Wat wij wel vaak merkten gedurende borrels, is dat leerkrachten zeiden, ik wil wel. En 4, 5 andere collega's van mij, maar 7 andere collega's weer niet. Dus dat je soms heel erg alleen kunt voelen in een school, of met maar een paar die dat echt volledig willen doen. En anderen zien het, oké, geef jij maar les en dan niet in mijn les, zeg maar. Ja. Zien jullie dat ook terug?
Nou, jij wil er iets over zeggen. Ja, zeker. Ja, dat is wel het mooie. Kijk, ik zei al, die wet, dat is vers 1. We zijn natuurlijk vooral bezig met, er komen straks nieuwe kerndoelen. Kerndoelen waar ook burgerschap gewoon nadrukkelijk een plek gaat krijgen. Dan weet je als school, dan heb je geen keuze meer om als leerkracht te zeggen, ik doe er wel wat mee of niet mee. Dan gebeurt het. Alleen, dat duurt toch even dat die kerndoelen er zijn. Hoe mooi is het dat er nu zulke eikpunten zijn om scholen nu alvast te helpen om dit al vorm te geven. Niet wachten tot leermethodes er zijn, totdat kerndoelen er zijn, maar er zelf mee aan de slag te gaan. Er is geen keuze. Dit is je hebt de verantwoordelijkheid als leraar om hiermee aan de slag te gaan als schoolteam, samen met alle partners om de school, in de wijk, om daarmee aan de slag te gaan. Er is geen keuze. We hebben ook geen keuze om taalonderwijs wel of niet te geven. Nee. Dat is er gewoon. Dus eigenlijk dankzij de eikpunten ben je de kerndoelen al voor? Zeker, en daar moeten we zeker niet op wachten. Ja. Helder, helder. Mijn andere vraag is, jullie hebben nu een 2-3-jarig traject gedaan. Fantastisch, ging heel goed. Ondanks corona, laat ons eerlijk zijn, toch hands-on. En dan is het nu klaar. We hebben nog geen kerndoel gezien. En alsnog stoppen jullie ermee dan. Toch? Of wat gebeurt er nu dan? Al die leerkrachten moeten dit kopen en dan zijn ze klaar? Of Hoe ga je ze helpen nog? Nou, misschien is het nog wel goed om te zeggen, dit hoeft ze niet te kopen. Dit krijgt iedereen. Dat is gewoon wel onderwijs. Je krijgt het gewoon alles klaar. Ja, precies. Nee, dus inderdaad, we sturen dit inderdaad naar alle schoolbesturen op. Dus dat is vers 1. Maar nee, we stoppen niet. We gaan door. Okay. We gaan in ieder geval met het huidige construct, zoals we nu samenwerken, een half jaar door tot met dit schooljaar, moet ik eigenlijk zeggen. En in de tussentijd bouwen we aan een structurele ondersteuning. Want dat vinden wij allemaal, dat vindt het ministerie van Onderwijs ook, dat scholen hier echt ook ondersteuning bij kunnen gebruiken. En daar gaan we mee door. Dus je laat niemand vallen? In tegendeel, het wordt zelfs structureel geïmplementeerd. Zeker. Steun bij burgerschapsonderwijs en vorming. Toch? Ontwikkeling zou je het kunnen noemen. En wat mij betreft is het ook goed om te laten zien, is dat wij als PO-raad zijn we zo blij met een organisatie als Stichting School en Veiligheid, die al die scholen kan voorzien. Dus voor ons is School en Veiligheid de partner om dit voor onze leden ook mogelijk te maken, voor het onderwijs mogelijk te maken. En daar gaan we gewoon mee door. Fantastisch. Dus het goede nieuws, u hoort het, lieve mensen. Het stopt niet, het gaat door. Nog structureler, u krijgt gratis als een soort kerstcadeau 9 eikpunten die u waarschijnlijk ook in uw eigen leven kunt toepassen. Dat is dan ook weer fijn. Dat is wel heel mooi, dat klopt. Relatietherapie, alles, het zit er allemaal in. 9 eikpunten en de wereld komt goed. Dat is fijn, toch? Zo. Heel fijn. Mag ik jullie enorm danken dat jullie bij mij aan tafel wouden zitten. We kunnen geen applaus geven achter het scherm, maar toch een beetje, want we kunnen jullie allemaal zien hier op het scherm. Mag ik een klein applausje voor Anko van Hoepen en Amina Saidali dan? Dankjewel. Kijk, en dat is met corona. Ze doen nu mondmaskertjes aan, dan gaan ze nu weg. En dan krijg ik mijn volgende gast aan tafel op het moment dat alles hier ontsmet en gecleaned is. Want zo doen we dat in deze tijden. En dat is wethouder in Amsterdam van onderwijs, van inburgering en van armoedebestrijding, Marjolein Moorman. Deze kant? Ja, je mag aan deze stoel helemaal gedesinfecteerd is zien. Kom er maar aan zitten. Pas Goedemorgen. Op, er zitten poten aan een tafel. Ja, dat is een beetje. Ja. Komt goed. Voilà, welkom. Ja. Wat fijn u weer te zien. Wij mogen, en ik heb de eer eigenlijk om met u een beetje, we hebben 20 minuten om even erop in te gaan. En ik vind dat eigenlijk heel fijn, omdat u heeft natuurlijk best veel de laatste tijd een boek uitgebracht. Ook een lezing mogen doen, veel over onderwijs geschreven. En wat mij daarin opvalt, en dat is toch gelijk mijn eerste vraag, je maakt je heel veel zorgen. Ja, klopt. Ja. Kun je even op ingaan, waar die zorgen, waar gaan die vooral over? Nou, ik zie eigenlijk een toenemende kloof tussen kinderen die van huis uit heel veel meekrijgen en kinderen die veel minder meekrijgen en ook steeds minder in het onderwijs krijgen, waardoor de ongelijkheid ontzettend toeneemt. En dat terugbrengend naar burgerschap, want dit gaat natuurlijk over heel veel gebieden. Het gaat over armoede, het gaat over het lerarentekort. Maar ik zie het ook wel in burgerschap. Kijk, het onderwijs is veel meer dan alleen maar leren rekenen, de taal leren, cognitieve vaardigheden ontwikkelen, kwalificatie, hè, zorgen dat je je diploma's haalt. Onderwijs is ook een burger worden in onze samenleving. Je plek in de samenleving krijgen, wie ben jij ten opzichte van een ander? En ik denk dat de coronacrisis ongelooflijk duidelijk heeft gemaakt hoe belangrijk dat is. Wij maken ons zorgen over de leervertragingen die zijn ontstaan, maar eigenlijk nog veel meer over het sociaal-emotionele welzijn van de leerlingen. Want we zien dat daar echt wel heel veel schade is ontstaan door de schoolsluitingen. Dat laat dus ook zien hoe belangrijk scholen zijn, onderwijs is, de socialisatie en de persoonsvorming van leerlingen. En dat is waar burgerschap heel erg over gaat, vind ik. En daarin zie ik dat ook weer heel veel ongelijkheid eigenlijk
is. Want de een krijgt veel meer mee van thuis. Die krijgt veel meer zelfontplooiing mee van thuis. Ook hoe verplaats je je in een ander? Wie ben jij eigenlijk in de samenleving? En anderen krijgen dat minder. En als ik bijvoorbeeld ook wel naar, nou, ik ga het toch even scherp zeggen, kijk hoe er op scholen les wordt gegeven, dan zie ik gewoon best wel grote verschillen. Hoezo? Nou ja, ik zie soms dat, ja, dan gaan we het over hoog en laag hebben, vind ik altijd heel onprettig. Praktisch, ja, al sluit het ook helemaal niet aan, maar laten we het gewoon maar hebben over VWO of het VMBO. Zie ik soms dat burgerschap daar wat anders betekent. Hè, dus dat het, wat betekent het in het VWO bijvoorbeeld? Nou, zelfontplooiing, wie ben ik? En soms betekent het in het VMBO, wat zijn de normen en de waarden waar jij aan hebt te voldoen? Oké. En ik denk dat, dit is heel generalistisch. Er zijn nu vast mensen achter het scherm die ontploffen en zeggen, ik doe dat heel anders. En dat is dan goed als je het heel anders doet. Maar ik denk wel dat we ons dat moeten realiseren. Wat geven we nou eigenlijk mee aan onze leerlingen? En ik denk dat het feit dat burgerschap, dat we hier vandaag met elkaar in deze conferentie bespreken, dat het nu is vastgelegd in een wet, maar in Amsterdam, waar ik wethouder ben, eigenlijk al heel erg lang op de agenda staat, heel erg belangrijk is. Omdat het ons doet realiseren hoe belangrijk onderwijs is in het vormen van onze toekomst. En burgerschap en ontplooiing daarin is onze toekomst. Kijk, we leven in een tijd van toenemende polarisatie. Ja. Met heel veel verschillende achtergronden, maar ik denk dat niemand meer kan ontkennen dat we steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Dat is heel slecht voor onze samenleving. Samenleving betekent samenleven. Ja. Ja. Af en toe moet je ook weer terug naar de woorden. Uw etymologie helpt vaak. Ja. Nee, dat is waar, dat is zeker. En waar leer je nou samenleven? Ja, misschien op het voetbalveld. Al zien we dat we elkaar daar ook steeds meer uit elkaar. Ja. Daar drijven we uit elkaar. Ja, ook clubs die meer gelijkheid, ja, dan ongelijkheid. Dus dat is school. En ik denk dat we dat belang daarvan niet kunnen overschatten. Maar als ik je goed hoor in verschillende interviews, zeg je ook, doordat die polarisatie eigenlijk op de school al doordrongen is, welke school je naartoe gaat, bepaalt eigenlijk al heel veel, dat kinderen soms al minder kansen krijgen doordat ze naar een bepaalde school niet eens op kunnen of niet eens toegelaten door een andere school. Ik bedoel, ook die fantastische serie Klassen die liet zien hoe in Nederland het toch best een ingewikkeld systeem is. Is het dan niet dweilen met de kraan open? Kunnen we dan niet eigenlijk, kan dat burgerschap dan nog iets toevoegen? Of is het eigenlijk een grotere verandering? Juist. Hè? Dus ik denk dat je het een moet doen en het ander niet moet laten. Dus Herman Tjenk Willink heeft dat heel mooi opgeschreven in het boekje Groter Denken, Kleiner Doen. En ik denk dat dat een hele mooie manier is om daarnaar te kijken. Dus je moet altijd het kleine doen en tegelijkertijd groot denken. Dus ja, ik vind het jammer dat we steeds meer uit elkaar drijven. Dat je ziet dat in onze middelbare scholen er steeds meer bubbels ontstaan. Ja. Dat je elkaar steeds minder ontmoet. Ik denk dat we het daar met elkaar over moeten hebben, hoe we dat voorkomen. Tegelijkertijd zie ik in Amsterdam heel veel mooie projecten ontstaan om juist die ontmoeting te organiseren. Ik geloof dat Bram Eithof hier straks ook te gast is. Hij heeft in Amsterdam Stadslab opgezet. En Stadslab is juist een project om leerlingen van hele diverse pluimages met hele verschillende achtergronden bewust te maken van het Amsterdammerschap. Want wij noemen het in Amsterdam niet burgerschap, maar Amsterdammerschap. Want iedereen heeft een band met de stad en wie ben jij dan binnen de stad? Maar ook juist om die ontmoeting te doen plaatsvinden. Het is hele verschillende scholen en ik heb nu al een paar keer ben ik bij zo'n ontmoeting geweest en zo'n eindpresentatie. En je ziet echt wat gebeuren. Ja. Je ziet echt dat de kinderen, dat hun ogen worden geopend. Dat ze zich ook bewust worden van de bubbel waarin ze misschien opgroeien. En wat daar ook jammer aan is. Want ik denk dat de rijkheid, nou, die zie ik in Amsterdam natuurlijk ontzettend. Hè. Het wordt wel gezegd een van de meest gemengde diverse steden ter wereld. Nou, het feit dat we dus niet met z'n allen altijd naar school gaan is heel erg jammer. Omdat er ook een enorme rijkheid in zit. Van elkaar leren, dat biedt je echt heel veel. En ik zie dus bij leerlingen, als dat gebeurt, dat ook voelt als rijkheid. We zijn ook met allerlei programma's bezig, zoals bijvoorbeeld het koloniaal verleden. Nou, dat is natuurlijk
Het koloniaal verleden in Amsterdam heeft een enorme... er is een enorme geschiedenis waar we allemaal onderdeel van zijn. En nog steeds impact heeft, hè? Ja, maar kijk ook alleen maar naar onze stad. Ik bedoel, kijk naar onze grachtenpanden en hoe die daar zijn ontstaan en hoe die zijn gefinancierd. En aan de andere kant natuurlijk mensen die in onze stad wonen, die juist in die koloniën tot slaaf gemaakt waren. En dat betekent dat we een gedeelde geschiedenis hebben waar we ons allemaal toe hebben te verhouden. En het met elkaar over die geschiedenis hebben en ook de pijnlijkheden in die geschiedenis leidt ook tot allerlei nieuwe inzichten, waardoor we ook weer meer bij elkaar komen. Dus het biedt ook zoveel om hiermee bezig te zijn. Dat snap ik volledig. Ja. En als ik dat hoor, dan krijg ik daar altijd weer energie van. Tegelijk denk ik, hier zitten dus nu honderden leerkrachten en bestuurders te kijken, die al in hun eigen school moeten vechten tegen de bubbels in de school, met hun eigen leerlingen die onderling ook nog een keer bubbels hebben. Dat is natuurlijk fantastisch als er programma's zijn om die scholen weer bij elkaar te brengen. Maar ik vroeg me af, wat kan politiek doen hierin, of wat moet politiek eigenlijk doen, en wat kunnen die scholen doen? Want dat zijn natuurlijk twee verschillende levels. Ja. En u komt als wethouder zowel vanuit de politiek, als u ziet natuurlijk die scholen en weet wat daar gebeurt. Ja. Wat, laten we beginnen met politiek. Wat kan politiek eigenlijk, zou politiek moeten doen? Nou ja, ten eerste het agenderen. Hè, dus ik denk, en dat klinkt misschien een beetje soft, maar dat is het niet. Het bewustzijn hiervan, het meenemen in het curriculum, het erover hebben, het niet wegpraten en alleen maar het over het diploma hebben en niet de andere belangrijke functies van onderwijs. Dat vind ik al sowieso heel belangrijk, dat we dat doen in de politiek. Daarnaast moet je in de politiek natuurlijk zorgen dat je het ook faciliteert. En in Amsterdam geven wij heel veel geld uit, 21 miljoen, al voordat de wet eigenlijk was aangenomen, om te zorgen dat dit ook echt wordt gefaciliteerd en dat mensen ermee aan de slag kunnen. Er zullen nu ook heus mensen thuis zijn die zeggen, ja, maar we hebben zoveel andere problemen in het onderwijs. Het enorme lerarentekort. Dat is absoluut een feit. Het politiek is er ook voor verantwoordelijk dat de basisvoorwaarden natuurlijk goed op orde zijn. Maar daarbij wil ik meteen ook wel zeggen, ik geloof niet dat burgerschap iets extra's is, wat je er allemaal weer bovenop moet doen. Sterker nog, we zien in zoveel onderzoek dat als kinderen zich niet veilig voelen, als kinderen zich niet, hun sociaal-emotionele welzijn niet op orde is. Dus nu stond gisteren voor op de voorpagina van het Parool, dat op dit moment kinderen ontzettend veel last hebben van wat Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog, een soort sociale ondervoeding noemt. Dus kinderen die hebben... Ja. En wat blijkt, als dat niet op orde is, dan kom je helemaal niet tot leren toe. Nee. Dus dit is ook eigenlijk een soort basisvoorwaarde die je nodig hebt om te zorgen dat je juist kan leren. Ik probeer te begrijpen, hoe komen we zeker in Nederland in de situatie dat er zo'n tekort aan leerkrachten is, dat er zo'n bubbeling is, dat er bubbelisering is, dat er zo'n stijgende ongelijkheid is in het land dat wij, toen ik opgegroeid werd, gezien werd als het meest gelijkwaardige, tolerante, openstaande land ooit. Is dat politiek? Misschien wel daardoor. Dus ik denk dat we, om het toch maar even heel hard te zeggen, ik denk dat we het onderwijs hebben veronachtzaamd. En het gevolg daarvan is, te weinig investeren, te weinig aandacht, is dat er privatisering ontstaat. Dus degenen die het zichzelf kunnen veroorloven, die zullen dat compenseren. Nou, kijk alleen bijles, maar, een kwart van de groep 8 kinderen krijgt inmiddels bijles. Een kwart, dat is bijna Chinese taferelen. Dat is echt ontzettend. En ondertussen hebben we van ons onderwijs natuurlijk echt een wedstrijd is geworden, wat ook niet onbegrijpelijk is, want uiteindelijk doet je schooldiploma ertoe welke plek je in de samenleving krijgt. Dus ouders die het zich kunnen permitteren, kan je ook niet kwalijk nemen dat ze ervoor zorgen. Dus we zijn in die red race terechtgekomen en dat is schadelijk. Dus daar moeten we echt met elkaar op systeemniveau over nadenken. Moeten de politici dan ook weer op burgerschapsonderwijs? Ik vond het heel mooi wat je net zei, over deze mooie eikpunten. Het zijn ook eigenlijk een soort van lessen voor onszelf. En dat geloof ik ook. Kijk, uiteindelijk gaat het in burgerschap voor een heel groot deel over empathie. Verplaats je in de wereld van een ander. En dat is zo noodzakelijk. En zeker in deze tijd. En ik denk inderdaad wel eens, verplaatsen de politici. Over wiens kinderen het misschien niet gaat, hè? Want dat is het probleem, hè? Ja, het is je eigen bubbel. Als je het zelf niet ziet, ben je dan wel in staat
om empathisch te kijken naar de ander en te begrijpen waar een ander tegenaan loopt. En ja, ik geloof dus ook, hè, er wordt heel vaak gezegd, bijvoorbeeld tegen kinderen die cognitief zeer begaafd zijn. Johannes Visser van de Correspondent had er laatst een mooie podcast over, dat hem dan steeds op het gymnasium werd verteld, jullie zijn de leiders van de toekomst. Maar als die leiders van de toekomst opgroeien in een bubbel waarbij ze zich niet kunnen verplaatsen in de ander en eigenlijk alleen maar met gelijkgestemden en kinderen die op hunzelf lijken opgroeien, ja, wat voor leiders voeden we dan eigenlijk op? Nou, de wat voor leiders krijgen we dan in de toekomst? Heel veel huidige leiders komen allemaal ongeveer uit dezelfde soort klasse, uit dezelfde soort opleiding, uit dezelfde soort ideeën. Dus in die zin snap ik, als je je boek Grote Wassenaar ziet, die denkt van, ik ben opgegroeid tussen rijken, maar ik was het zelf niet. Dan krijg je natuurlijk het idee, het besef dat er verschil is, is volgens mij al het begin van empathie, toch? Ik denk, dus uiteindelijk zijn we allemaal gebaat, allemaal, hè, ook de mensen die het goed hebben, bij empathisch leiderschap. Want ongelijkheid is slecht voor de hele samenleving, omdat je minder goed kan samenleven. Ja. En ik denk dus ook dat empathie meegeven in het onderwijs cruciaal is voor een goede toekomst van ons allemaal. In Denemarken hebben ze nu verplicht op lagere scholen een uur empathie per week. Ja. En het geweld is met een derde na 1 jaar alweer gedaald. Ik heb een vraag binnengekregen, als het mag, Marjolein. Hier staan 2 vragen. 1, ik ben benieuwd naar de visie van Marjolein, gelijk Marjolein, dit is Holland. Dat mag, en, nee, dat vind ik alleen en maar... En andere sprekers, gewoon gelijk, willen gelijk iedereen op de kansen en kansongelijkheid van leerlingen in het speciaal onderwijs. Leerlingen zonder diploma. Wat is jouw visie daarover, is de vraag hier. Nou, zeker ook. Ik had laatst een hele mooie meeting met het speciaal onderwijs. Wat ook juist heel erg ging hierover. Hè. Dus zij waren een hele ochtend bij elkaar om met elkaar te praten over dilemma's waar je dan tegenaan loopt. En ik mocht zelf ook komen vertellen over mijn dilemma waar ik tegenaan liep. Ik heb het overigens gewoon gehad over de dilemma's waar ik soms mee worstel met mijn opvoeding van mijn eigen kinderen. Dat was een ontzettend leuk gesprek. Benieuwd naar, ja. Maar ik zie dus, en dat vind ik ook heel goed, dat er ook in het speciaal onderwijs hier echt aandacht aan wordt besteed. En dat is natuurlijk super belangrijk. Ik denk juist de kinderen die in het speciaal onderwijs zitten, ja, dat is een minderheid. En die moeten zich dus voortdurend verhouden ten aanzien van de meerderheid in de samenleving. Dus zij worden daar sowieso al heel erg mee geconfronteerd. Ja. En ik denk dus ook in het speciaal onderwijs dat hier eigenlijk al sowieso heel veel aandacht voor is. Dat wij misschien ook wel heel veel van het speciaal onderwijs kunnen leren hoeveel aandacht daarvoor is. Ja, en hoe belangrijk dat is. Maar je zegt nu minderheid, dat vind ik een interessant woord. Want als je eigenlijk kijkt naar wie er voldoet aan de standaard van genoeg opgeleid, genoeg bijles gekregen, genoeg moord, dat is toch een minderheid aan het worden. Want steeds meer kinderen, mensen, kunnen niet mee met die rat race die we hebben. Dus ik heb het gevoel dat we een soort van steeds kleiner clubje hebben die de normaal of die de standaard wordt gezien. En al de rest is minderheid. Ja. Moeten we niet gewoon dringend naar een andere manier van denken over wie erbij hoort en wat de waarde is? Want anders moeten die leerkrachten zitten gewoon anders zo'n emmertjes te scheppen in een soort zee die overloopt. Nou, ik denk wel dat we heel dringend moeten nadenken over of het zo verstandig is dat we er echt een wedstrijd van hebben gemaakt waarbij we met elkaar veronderstellen dat degene die bovenaan de ladder komen in die wedstrijd, dat allemaal maar aan zichzelf te danken hebben. En dat ze daarmee dus, omdat ze bovenaan die ladder zijn gekomen, ook misschien wat minder nadenken over al die mensen die dat niet hebben gekund of die daar misschien niet de middelen toe hadden. Onderweg misschien minder zijn ondersteund, pech hebben gehad. Uiteindelijk is succes vaak een kwestie van mazzel. En helemaal niet per se een kwestie van je eigen verdiensten. En ik denk dat dat besef, dat heel noodzakelijk is om met elkaar ook weer tot solidariteit te komen. Dat is misschien een oud principe. Ik ben een sociaaldemocraat. Kom ik graag vooruit, want dat is mijn drijfveer. Maar die solidariteit die is zo ongelooflijk noodzakelijk om te zorgen dat iedereen zijn eigen plek heeft. Kijk, en het betekent niet dat iedereen hetzelfde moet worden. Het betekent niet dat iedereen hetzelfde moet zijn. Ik denk dat juist dat we de diversiteit die er is in de samenleving, dat we die enorm moeten waarderen. Juist, ja. Maar dat waarderen, die waarderen, dat is juist het cruciale punt. Ja. Dus gelijke kansen, waar ik een enorme voorvechter van ben, gaat dus ook niet over
iedereen maar bovenaan de ladder, want dat kan helemaal niet. Gelijke kansen gaat om een gelijke kans op goede waardering. Op basis van jouw talenten, wat die ook zijn. Mogen zijn, toch? Zorgen dat je mag zijn, want dat is wat je vaak ziet. En mensen hebben dan het gevoel dat ze minder zijn en niet goed genoeg, er niet bij mogen horen. Ja. Dan krijg je eigenlijk een nou, ik had laatst een, zag ik in Tuschinski, dat is een hele mooie bioscoop in het centrum van Amsterdam, was een film gemaakt door het Mediacollege, door meester Yassine. En dat heet Generatie VMBO. Prachtig film waarin hij wil laten zien hoe leuk VMBO-kinderen zijn. Maar eigenlijk dat zo'n film wordt gemaakt, hoe leuk VMBO-kinderen zijn, waarin de kinderen overigens zelf ook zeggen, ja, er wordt soms wel eens raar naar mij gekeken, er wordt gevraagd, wordt bij jou op school gevocht, heb je misschien niet je best gedaan? Ja, eigenlijk is het feit dat zo'n film op die manier moet worden gemaakt natuurlijk heel verdrietig. Ja. Welke boodschap geven we dan eigenlijk mee als samenleving aan de helft van de kinderen? Dan ga ik toch zeggen, stel u bent minister van onderwijs geworden. Hè? Het kan zomaar gebeuren, je weet het nooit. Nou, mijn partij doet niet mee aan de formatie. Nee, maar dus Ron, stel ooit, ja. Ik ben nog heel jong. Hè? Stel, u bent minister van onderwijs geworden. Wat is het belangrijkste dat je wil veranderen dan? Nou, ik wil eigenlijk het allerbelangrijkste vind ik dat elk kind in Nederland het allerbeste onderwijs krijgt wat hij verdient. Ik vind dat daar veel te veel ongelijkheid tussen zit. Dus dat kinderen die minder meekrijgen van thuis, vaak ook nog eens een keer minder meekrijgen in het onderwijs. Bijvoorbeeld omdat het lerarentekort het grootst is, is juist in die wijken. Dus ik vind dat goed onderwijs voor elk kind, zodat je je kan ontplooien met alle talenten die je in je hebt. En dat we niet meer neerkijken naar kinderen die, om wat voor reden dan ook, anders zijn. Anders zijn. Dat is het, anders dan wat wij kennen. Ja. En laatste vraag. Er kijken nu iets van 9000 leerkrachten mee, zoiets ongeveer. Wat zou je hen willen meegeven? Nou ja, ten eerste dat ik superveel waardering heb voor het werk van leerkrachten. Echt, nou ja, ook zorg is superbelangrijk. En ik heb ook waardering voor de politieagenten. Maar leerkrachten geven wel onze toekomst van ons land vorm. En dus die waardering kan niet groot genoeg zijn. En ik weet dat het in deze tijd best zwaar is. Met een heel groot lerarentekort. En de coronacrisis die er bovenop komt. Je hebt echt als leerkracht voor de klas zoveel te doen. En we kunnen niet genoeg zeggen hoe belangrijk het is dat ze er zijn. Wat ik heel belangrijk vind, iedereen die meekijkt. Burgerschap is niet een soort vakje wat je ernaast geeft. Het is niet iets wat je een uurtje in de week aandacht geeft. Het is iets wat je elke dag eigenlijk meeneemt in je klas. En ik hoop heel erg dat als we op die manier ernaar kijken. Nou ja, je gaf net al het mooie voorbeeld al. Wat dat kan opleveren. Dat dat inderdaad voor de samenleving heel veel gaat opleveren. Dus nou, ik hoop, nou ja, het, ik, hoop ik het heb het heel mee. Veel vertrouwen in onze in de onderwijsmensen. Ja. En natuurlijk het feit dat u alles aan doet om zoveel mogelijk steun te geven aan die onderwijs. Ja, omdat ze dat ook gewoon verdienen. Absoluut. Leraren verdienen meer. Kijk. Wat een mooie afronding. Leraren verdienen meer. U heeft het gehoord. De managers en bestuurders die aan het kijken zijn, het ging niet over u. Het ging echt over de leerkrachten, maar dan weet u dat. Oké, heel fijn. Mevrouw Moorman, super fijn. En proficiat met uw boek. Echt super mooi boek. Rood in Wassenaar. Stel dat je zegt van ik wil iets lezen in de kerst. Lees het. Hij komt 26 januari, ligt hij pas in de boekhandel. Dan pas in de boekhandel. Oh, dus ik heb hem al. Oké, goed. Nou, dus als u iets wil lezen rond Valentijn, Rood in Wassenaar. Heerlijk liefdesboek. Oké, dankjewel mevrouw Moorman.